Het beeld van de maand januari staat in Kamerik, om precies te zijn op de Van Tijlingenweg en de Meent. En de kunstenaar is Take Friso de Jong. En deze naam kan bekend in de oren komen omdat ze hem al vaker hebben besproken. Onder andere bij Man en Paard, ook in Kamerik, bij Moeder en Kind en het mooie beeld op het Kerkplein in Woerden, Drukkers in het Verzet. Nou, het beeld is onthuld op 19 mei 1989 door de toen jongste en oudste inwoner van Kamerik. Met de jongste was toen nog maar zes maanden oud, Huig Samson, en de oudste was mevrouw G. Smit dirksoon van der Horst en zij was 94 jaar oud. Het initiatief om het beeld te maken kwam van Jan Stol. Hij was voormalig CDA-raadslid en hij vond dat de zelfstandigheid van Kamerik zichtbaar en tastbaar bewaard moet blijven. De titel van het beeld is Gedenkteken Kamerik Zelfstandig en het beeld staat dan ook voor de geschiedenis van Kamerik. Dit was een bewogen geschiedenis waar Kamerik eigenlijk schipperde tussen zelfstandig zijn en bij een andere gemeente horen. Kamerik is ontstaan rond de 11e eeuw en kwam tot stand door veenontginning. En hierbij kreeg het een naam dat verwees naar een ver oord. Nou, Kamerik of Kamerijk verwees hierbij naar het Franse cambrai. En het kwam vaker voor dat een nieuw gewonnen land een mooie en exotische naam kreeg. Dat was eigenlijk zodat de landarbeiders daar sneller en makkelijker zouden gaan wonen. Denk bijvoorbeeld aan Kokengen. Dat is terug te verwijzen naar het Frans, dat er weer te vertalen is naar Lui Lekkerland. De eerste geschriften van Kamerik als zelfstandige gemeente stammen uit 1811. En vanaf dit jaar tot 1989 was het Kamerik dan ook een zelfstandige gemeente. Bestond uit drie delen, Kamerik en de Houdijken, Kamerik Meijzijde en Schavensloot. Na 1817 gesplitst te zijn, kwamen ze uh, in 1857 samen met Tekhoff weer bijeen voor een nieuwe gemeente Kamerik. Nou, het beeld is eigenlijk een hele aparte vorm, dat doet denken aan een menselijk hart. En het staat dan ook in het dorpshart van Kamerik, op de meest uh, drukke weg qua verkeer en qua uh, toeloop van mensen. Ondanks dat het beeld niet erg groot is, is er toch uh, veel te zien. En het beeld kan ook opgedeeld worden in drie componenten, met de bovenste component het wapen van Kamerik. En daar staan drie Andreaskruizen op. En een leuk feitje is dat deze kruizen vernoemd zijn naar de apostel Andreas, omdat hij aan een x-vormig kruis is gekruisigd. Nou, de kruisen doen ook denken aan Van Strijen en van Gaasbeek, want deze waren uh, in de middeleeuwen de heren van Kamerik. Het wapen is twee keer bevestigd door de Hoge Raad van Adel. En na uh, 1989 uh, kwam het wapen te vervallen omdat Kamerik toen geen zelfstandige gemeente meer was. Nou, er zit een rode kleur rondom het wapen heen, dat ook weer terugkomt in de sokkel. Onder het wapen zien we een soort van landkaart van Kamerik. Wat ik zelf heel vrij vind is dat de kleine bruggetjes over de wetering ook zichtbaar zijn. zelfs een soort van relief ook. Nou, daarnaast zien we een soort van dynamische vorm dat ook doorloopt aan de achterkant. En daarop staan allerlei teksten geschreven met aan de voorkant de titel van het beeld. En rondomheen eigenlijk allemaal gebeurtenissen uit de geschiedenis van Kamerik. Nou, de sokkel is, vind ik, vrij dun ten opzichte van het beeld en bestaat ook uit twee delen. Het is een gegoten beeld en uh, de sokkel is van graniet. Nou, ondanks dat Kamerik geen zelfstandige gemeente meer is, kunnen we wel stellen dat het een van de mooiste buitenwijken van Woerden is. En het is ook zeker de moeite waard als u hier ooit bent om even langs te lopen en ook de teksten op het beeld goed te kunnen zien. Dit was het weer. Volgende maand zijn we er weer met een ander beeld. En u kunt ons vinden op YouTube, in de Woerdense Courant en op RPL.